Ja, vrienden, ik krijg natuurlijk regelmatig de vraag van hoe is het met de fruitbomen van Jut? Nou, vrienden, ik kan je zeggen, het gaat geweldig. Ja, want kijk, ik zing al elke dag, zing ik. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Een sinaasappel en zoek ze zelf maar uit. Kijk, ze is aan het plukken. Kijk, ze is aan het plukken hier. Kijk, kijk, kijk. Schat, het zijn geen sinaasappelen. Oh, het zijn geen sinaasappelen. Het zijn toch mandarijntjes. Oh, dan zing ik steeds het verkeerde liedje. Oké. Okay. Dat maakt er niet uit ook. Kijk, en Jut die is lekker aan het plukken zo. Kijk hier. Van de mandarijntjes. Ja, heerlijk. Nou, kijk, en dat is allemaal, vrienden, kijk daar. Allemaal in de Spaanse zon. En daar krijgen ze dus die hele mooie oranje kleur van. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Ja? Dat komt door de kou. Ja, we krijgen dus nu fruitles van Jut. Nou ja. Ja, dat komt door de kou. Het is dat nu... heb je al gezegd, het gaat door de kou. Ja, dat weet ik wel. Maar het is s'nachts nu een graad of 10, 9. Ja? En dan verkleuren ze ineens. Sinds een week worden ze heel sinds kort oranje. Is het gebeurd, beste vrienden. Ja, ja, ik bedoel, ik heb hier dus verder geen oog voor. Dat weten jullie. Want dat zal allemaal wel. Kijk, hier staan die bananendingen. Die staan hier. En er komt volgens de geruchten komt er ook nog een mangoboom bij. Is dat zo? Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, hoor ik. Er komt ook nog een mangoboom. En nu, kijk, en dit zijn dus dan? Dit zijn de sinaasappels. De naranja's. De naranja's. Laat even zien. Kijk, hoe mooi. Heerlijk. Dat zijn pers sinaasappels, hè? Niet om zo te eten. Oh, dat zijn pers sinaasappels. Kijk, vrienden, dit zijn ze dus dan, hè? Ja, kijk, dit zijn ze. De appeltjes van oranje. En schat, kijk eens hier. Oh, hier, kijk hier. Dit is al voor het nieuwe seizoen. Hier, kijk, een nieuw eerste bloesempje zit er al in. Oh. En dit wordt uiteindelijk die sinaasappel. Oh, dat wordt uiteindelijk de sinaasappel. Dus nou. Het begin is er alweer. Nou, en nu? Ga je mee? Oh, ik moet mee. Ik moet mee, vrienden. Ja. We gaan. Oh, ze gaat er eentje proeven. Nou. Hé, hey, is dat even wat? Hoe spannend kan het worden? Hier. Nou, je maakt het nu mee. Dat is weer zo'n spannend moment. Bij de familie Vermegen. Jut gaat de eerste. Wat gaat je proeven? Nou, ik ga eerst een ze gaat een mandarijn proeven. Kijk, hij zit heel los in zijn velletje. Oké. Okay. Hij zit heel niet los. Niet zo snel met pellen, ja, ja. Ja, 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 rustig aan. Ja. Kijk. Oh, dat is een mandarijntje. Oh. Vrienden, ons eigen mandarijntje gaat ze nu proeven. Nou, hier wordt truttigheid geschreven met hoofdletters, dat snappen jullie wel. Mijn en daar komt hemel. Die. Kijk. Die zijn maar lekker. Tikkie zuur, maar. Ja. Wil je proeven, schat? Ja, nou ja, eentje. Klein stukje. Ja, ga ik ook wel meedoen. Mandarijntjes uit eigen tuin proeven. Ja, vrienden. Ja, ja, ja. Nou. Nou. Hey. Helemaal goed. Nou, vrienden. Dit was het weer. De spannende momenten bij de familie Vermegen. Zeg iedereen maar gedag. Dag, tot ziens.